Filmtheater Horst en het Gasthuis steken de handen in één. Samen organiseren ze op 2 avonden in augustus een buitenbioscoop bij het Gasthuis. Wij als Gasthuis zijn natuurlijk bezig met het programmeren voor Horst aan de Maas. En om te proberen om daar ook zo laagdrempelig mogelijk te houden, dat iedereen kan komen kijken. En een idee daarbij is dat mensen zonder kosten gewoon ergens van kunnen komen genieten. Dat hebben we gedaan met Cultuur op Plein 30 juni van dit jaar. En dat gaan we volgend jaar weer doen. En dat doen we nu ook met die buitenbioscoop. Zo proberen we zo laagdrempelig voor mensen toch wat leuks te brengen. De organisatie kwam een speciaal televisiedoek tegen op internet en besloot het over te nemen voor het mooie prijsje. En dat zetten we hier op een podium neer of op de zijkant van het terras of tegenover het terras, zeg maar. En daar gaan we dan gewoon de film op draaien. En kunnen mensen ook een picknickmandje meenemen of kunnen ze dat hier bestellen? Ze kunnen hier het picknickmandje bestellen, want het is natuurlijk wel een terrasactiviteit. Mensen zijn natuurlijk ook uitgenodigd om hier op de mooi bijgehouden borders te komen zitten. En wij zullen nooit verplichten om daar een consumptie af te nemen. Maar mensen die bij ons op het terras gaan zitten, ja, daar ga ik toch wel van hopen dat die bij ons ook iets willen consumeren. Het zijn 2 avonden. Welke films worden er gedraaid? Dat mag ik nog niet zeggen, helaas. We zouden dat heel graag zeggen, het filmtheater, want die organiseren het namelijk mee samen met ons bij het Gasthuis. Maar daar zitten wat licentierechten aan vast en dat maakt het lastig. Ik mag het niet zeggen. Dat is een verrassing nog. Het is een verrassing nog. We hebben in ieder geval al 1 hele goede tagline bedacht bij de eerste film. En bij de tweede hebben we er ook al eentje staan. Dan zijn we nog een beetje een brainstorm of we die nog iets aan kunnen scherpen. Misschien dat mensen daar een kleine hint uit op kunnen pakken.